En toen zij hoorden wat de profeet aan het reciteren was, de Koran, waren zij onder de indruk. En de Koran, dit was een leger van duivels, hè? De Koran, die ging regelrecht hun hart in. Vind je ons content leuk? Wil je meer van dit zien? Wil je ons supporten? Doneer dan inshallah, zodat al onze projecten kunnen voortzetten en inshallah betere projecten kunnen starten. Inshallah zal het op jou, de dag des oordeels en sadaqa jariya zijn. Zelfs nadat je doodgaat, al die mensen die kijken naar deze video's, zal je voor beloond worden en blijven beloond worden. Dus doneer en neem een aandoende beloning. Dit weet ik nog van die tijd, ik ging deze dingen allemaal lezen. Dat is 15 jaar geleden of zo, ik hoop dat ik het nog ken. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. Zij spreken de profeet sallallahu aan. Zij zeggen: O edelste der schepping, ما لي من ألوذ به. Ik heb niemand naar wie ik mij kan wenden om mij te beschermen. عند حلول الحادث العممي. Wanneer de verwoestende zaak of de verschrikkelijke zaak zal plaatsvinden, Yawm al-Qiyamah. إِلَّمْ تَكُنْ آخِذًا يَوْمَ الْمَعَادِ يَدِي صَفْحًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ. Als u op de dag der opstanding mijn hand niet zal pakken en om mij te vergeven, dan ben ik vernietigd. Tot nu toe kan je zeggen, misschien bedoel ze shafa'a of zo. En daarna komt at-tama, de ramp. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Van uw vrijgevigheid, tot uw vrijgevigheid behoort deze wereld en zijn gelijke. Oftewel, deze wereld, dit wereldse leven en het hiernamaals behoren tot de vrijgevigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En van uw wetenschappen, dus sommige zijn niet alle kennis van de profeet, maar een deel van uw kennis is de kennis van al-lawh wal-qalam, het bewaarde paneel, en al-qalam, de pen, oftewel de kennis van het onwaarneembare die Allah heeft opgeschreven in al-lawh al-mahfud bij hem, waar niemand kennis van heeft, behalve hij. Zij schrijven deze dingen toe aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is allemaal shirk, afgoderij. Of bijvoorbeeld amuletten dragen, tama'im, amuletten dragen, talismans die jou zogenaamd beschermen tegen het slechte. Of bijgeloof, tasha'um, je ziet een zwarte kat en je denkt van, Safi, je gaat vandaag een ongeluk krijgen. Die zwarte kat misschien, Allah heeft hem geschapen, hij is op zoek naar een muis of zo, laat hem met rust. Of een hoefijzer. Brengt geluk. Of klavertje, vier op konijnenpoot. Of afkloppen. Afkloppen. Ja. Gewoon al die zaken waarvan je denkt als effect heeft, zal het niet is bevestigd door Allah. Inderdaad. Allah is degene die alles bestuurt. Hij is de enige die ons kan baten, van nut kan zijn. En hij is de enige die ons kan schaden. En wij moeten niet ons vertrouwen leggen of bang zijn voor iets of iemand buiten Allah. Ja. Nee. Daarnaast, een voorbeeld van innovaties die wijdverspreid is, vooral dan wat relevant is voor mensen in Nederland. Je hebt innovaties in de geloofsovertuiging, in de aqida, in de aqaid. Dus sommige mensen geloven iets wat de profeet zelfs niet heeft verkondigd. Zij geloven na de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zijn opvolger is Ali ibn Abi Talib en de 12 imams van zijn familie. Zij zijn de opvolgers. En niemand anders dan zij. En Abu Bakr en Omar hebben het leiderschap van hem afgepakt. Zij zijn munafiqin, zeggen zij. Zij zijn hypocrieten. Zij zijn onze vijanden. Maar Ali is degene die de leider na hem moest zijn. En de 12 imams na hen. En zij schrijven allerlei eigenschappen van Allah aan hen toe. Zij besturen het heelal. Zij kennen het verborgene. En de 12e leider is een imam. Die in een grot zit verstopt. Meer dan 1000 jaar lang. Ze wachten op hem. Hij zal aan het einde der tijden verschijnen. Al-Mahdi, niet de Mahdi die wij kennen van de Sunnah, maar een andere Mahdi. Dit zijn bijvoorbeeld innovaties in het geloof. Of de eerste bid'a die verscheen, namelijk dat een groepering, de Khawarij, die moslims buiten het geloof gingen zetten. Wanneer je een grote zonde begaat, dan ben je geen moslim meer, geen gelovige meer, en dan is er voor jou geen hoop meer op het paradijs en jij bent voor altijd in de hel. Takfir. Mensen verketteren. Dit is een bid'a in het geloof. Je hebt bid'a in de daden, in de aanbiddingen. Allah aanbidden op een manier zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet heeft aanbidden. Dan kan je kan hier alles bij voorstellen. Elke aanbidding die de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet heeft gedaan, is een bid'a. Ja. Kan je bijvoorbeeld de maulid onderscheiden? de Mawlid bijvoorbeeld, de Mawlid vieren van de geboortedag van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dan komen we weer terug op dat punt. Ja, maar het maakt toch niet uit. Het is de geboortedag van de profeet. Als we houden van hem, het maakt wel uit. Het gaat niet om dat jij van de profeet als men houdt en deze dag viert, maar dat jij tegenstrijdig met hem bent. Net zoals die man Allah aanbad met zijn gebed en zijn gebed verlengde. En de profeet Sa'id ibn Jubair zei: Allah zal je niet bestraffen vanwege het gebed, maar vanwege tegenstrijdigheid met de sunnah. Hoe vaak heeft de profeet zijn verjaardag gevierd? No. Quiz time voor de kijkers. Hoe vaak heeft hij zijn verjaardag gevierd? Hoe vaak hebben de Sahaba zijn verjaardag gevierd? Happy birthday to you, verjaardagcake. Die heb je echt dus ook filmpje. Ja, happy birthday, ja Rasulallah. Ja? Ik heb niet gezien. Ja. Met taart. De metgezel hebben het niet gedaan. De generatie na hen ook niet. De bekende imams, Abu Hanifa rahimahullah, Malik rahimahullah, al-Shafi'i rahimahullah, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Niemand van hen heeft dat gedaan. Wie heeft het als eerste gedaan? Een of andere gekke dynastie, die zichzelf al-Fatimiyun noemen, de Fatimiden, maar ze heten eigenlijk al-Ubaydiyun, volgers van Ubayd al-Qaddah. Ze kwamen helaas uit Marokko. Daarna zijn ze getrokken naar Egypte en daar hebben zij de macht gekregen 300 jaar lang. Hadden ze daar een rijk. Zij zijn degene die dit als eerste hebben gedaan. Misschien in het jaar 400 nog wat na de emigratie. Daarna werd dit rijk vernietigd door Salahuddin al-Ayyubi, de held van de islam. Mensen kennen hem vanwege de bevrijding van Al-Quds, Jeruzalem. Maar voordat hij Al-Quds had bevrijd, had hij eerst dit rijk. Dit rijk was een heel slecht rijk en zij bestrijden de moslims en zij martelen de moslims. Hij heeft eerst dit rijk weggeveegd. Daarna pas was hij in staat om Al-Quds te veroveren, om Jeruzalem te veroveren. Zij zijn degene die als eerste dit hebben geïntroduceerd. Dus als jij dit doet, weet dan wie jouw voorganger is. Niemand heeft het gedaan van de bekende imams. En liefde voor de profeet, als hij wil niet zeggen dat jij de kaarsjes voor hem uitblaast, dat jij één keer per jaar zijn verjaardag viert. Maar liefde voor de profeet zal zeggen dat je hem opvolgt. Als je hem opvolgt en doet zoals hij deed en probeert om zoals hij te zijn. En een dichter zei: hij zei, tweede regel: als jouw liefde oprecht was, dan zou je hem gehoorzamen. Als jij werkelijk van de profeet sallallahu alayhi wa sallam houdt, zou je hem gehoorzamen. Wanneer iemand van iemand houdt, dan doet hij zijn best om die persoon tevreden te stellen. Een voorbeeld: jij komt thuis. Ismail komt thuis. Hij zegt: mama, ik heb iets lekkers voor u meegenomen. Mama, ik hou van jou. Ik heb bonbons voor jou meegenomen. Maar jouw moeder bijvoorbeeld, jouw moeder vindt anders. Hij zegt: maar Ismail, je weet toch dat ik niet van dat ik suikerziekte heb. Ik kan geen bonbons eten. Ik hou niet van bonbons. Ja, maar ik wel. En ik heb een actie. Ik heb een actie gezien bij de Action. Snap je? Wanneer je dat doet, hou je dan van je moeder? Of hou je van jezelf? Het is meer vanuit jezelf. Ja, je gaat zelf die bonbons opeten. Je moeder kan die niet opeten. Ik hou van jou, mama. Dat is geen oprechte liefde, toch? Als je van haar houdt, dan haal jij datgene waar zij van houdt. En doe je datgene waar zij van houdt. Hetzelfde geldt voor de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Als je van hem houdt, gehoorzaam hem dan. En kom niet met nieuwe dingen. Nou, we kunnen nooit meer van hem houden dan de sahaba, de metgezellen. En zij hebben zulke dingen nooit gedaan. Ja. En dan om het rijtje snel af te maken. Neem het even over, want anders hou je verder. Sorry. Maar dus na de bid'a, dan komt de grote zonde en dan de kleine zonde. Ja. Dus dan is het rijtje heel snel af, binnen 10 seconden. Dit waren 4, maar we hadden het over 7. 7 stappen lang. Ze komen er nog meer aan. Podcast deel 2, volgend jaar zelf. Zal ik ze snel opnoemen dan? Zonder op in te gaan? Ja, doe maar. Want het is belangrijk om te kennen. Ik ga er niet op in. Ik zal ze alleen opnoemen. Ja. Wees maar niet bang. Dus stap nummer 1. Hij wil dat jij afgoderij pleegt. Als dat niet lukt, wil hij dat jij een innovatie doet. Allah aanbidt op een andere manier dan de profeet. Als hem dit niet lukt, dan wil hij dat jij... zorgt ervoor dat jij een grote zonde pleegt. Een grote zonde. Waar Allah niet van houdt. Als het hem niet lukt, dan zorgt hij ervoor dat jij een sarair gaat doen. Kleine zonde pleegt. Want kleine zonden vormen uiteindelijk een berg. Als het hem ook niet lukt, dan zorgt hij ervoor dat jij je bezighoudt met al-mubahat. Dingen die halal zijn, die niet haram zijn, maar dat jij daarmee je tijd gaat verspillen. Veel eten, veel slapen, veel spelen, tijd verspillen de hele tijd en niks nuttigs gaat doen. Als dit hem ook niet lukt, weet je wat hij dan doet? Dan zegt hij, kom, hij komt naar je toe, hij zegt, ga deze goede daad doen. Sta op en ga deze goede daad verrichten. Hij draagt jou op om een goede daad te verrichten, om jou weg te houden van een daad die nog beter is. Dus kleine beloning versus een grote beloning. De Shaytan, een van de voorgangers, zei, de Shaytan opent 99 deuren van het goede, om jou uiteindelijk in 1 deur van het slechte te laten vallen. Ja, en als het hem ook niet lukt, dan is zijn laatste wanhoopspoging, is dat hij de mensen opstookt tegen jou. Hij kan jou op geen enkele manier pakken, dan gaat hij de mensen tegen jou opstoken, zodat jij je bezig gaat houden met de mensen en jezelf verdedigen en dit en dat, en niet bezighouden met aanbidding. Dus wanneer je veel haters hebt, wanneer de mensen veel tegen jou zijn, weet dan dat de Shaytan de hoop op jou heeft opgegeven. Jullie horen het. En hij stookt, en hij stookt de mensen op tegen jou, zodat jij je daarmee gaat bezighouden. Ja. Dat moet je niet doen. Laat de honden maar blaffen. Dit is hard. Laat de honden maar blaffen. Doe gewoon datgene wat je moet doen. En gehoorzaam niet de Shaytan. Okay. Als jij je bezig gaat houden met iedereen weerleggen die jou kwaad doet, dan gehoorzaam je de Shaytan eigenlijk. Dus voor de mensen die net een haat komt al de uitgetypt of staat, heeft ze je bij een hond genoemd. Astaghfirullah. Ik moest denken aan waarom zei ik hond? Ik moest denken aan een Arabische uitdrukking. Al-kilabu tasih wal-iru tamdi. Of wal-iru yamdi. De honden blaffen en de karavaan gaat verder, weet je. Of la yadurru sahab nabhul kilab. Het geblaf van de honden is de hemel of is de wolken. Kan de wolken niet schaden. Een hond ziet een wolk, hij begint te blaffen. Oef, oef. Hoe doet het? Ik kan goed de honden imiteren. Zal die wolk dat deren? Nee, toch? Ik kan ook echt de hond nadoen. Misschien als die anders blaft. Hij doet de andere toer. Oké, wij waren gebleven. Zijn we klaar? Dat is een podcast afgelopen. Dat was hem. Ja, dat was denk ik. Dat was de 7e, denk ik. Dat was de laatste. Even aan de andere kant op kijken. Mijn kopje is al best wel lang leeg. Mijn is verdampt, subhanallah. Dat is een hint. Sommige mensen willen het niet begrijpen. Blijf zitten. Vast is Bismillah. We gaan weer verder. Kijk, de shit, anders zullen we ons afleiden, zie je? We zijn bij het 7e. Of 6. Een beetje lachen, maar ik kan geen kwaad. Grapje. Oké, we hebben nu... we hebben echt heel veel over de list van Shaytan gehad en de Shaytan zelf. Ik weet niet of je nog hier een aanvulling op hebt, anders gaan we door naar het tweede thema, inshallah. Ja, ik heb wel nog een aanvulling. Ja. We hebben het daar kort over gehad. Je had het over Shubahad, als het goed is. Of Shahawat. Shubahad of Shahawat. Kijk me zo aan met de lach, mashallah. Dat behoort tot een van de tactieken die Shaytan inzet. Misschien dat je daar nog iets meer over verduidelijking kan overgeven. Hele goede vraag. Zoals we al hebben gezien, de Shaytan. Mashallah. Dan leg ik even in de slappe lach op. En ik kijk naar jullie. Het is ook een zwakke eigenschap van mij, dat ik een slappe lach krijg wanneer ik naar mensen. Een keer midden in een lezing zei ik. Ik was, dus even tussendoor, midden in een lezing. Ik was bezig met een lezing over de Khawarij. Over de groepering, de Khawarij, die mensen, de takfiris, die mensen ongelooflijk verklaren. En ik sprak over hun leider, Dhul-Khuwaysira. En ik beschreef hem. Een man met een groot voorhoofd, diepe oogkassen, woeste baard. En voor mij zat iemand die ik ken. En die zag er ook zo uit. Hij keek zo naar mij. Hij keek naar mij, hij keek naar zijn vriend. En ik moest lachen, ik kon mijn lach niet in tijdens de lezing. Midden in het lezen zei ik tegen hem, waar kijk je naar mij? Ja, zulke momenten maak ik wel eens mee. Maar even terug naar het onderwerp. De Shaytan wil ons vernietigen en het maakt hem niet uit hoe. Het maakt hem echt niet uit, op deze manier. Of op deze manier. Het is voor hem allemaal gelijk, zolang hij maar ons maar kan vernietigen. Bismillah, nu gaan we over naar het tweede thema. Dat is de da'wah van de profeten en de list van de Shaytan, hoe hij verschillende volken heeft doen laten afdwalen. En dan beginnen we gelijk bij Nuh a.s. Want wat was er gebeurd bij Adam a.s. tot eigenlijk Nuh a.s. was het? Mensen waren op tawhid. Maar toen gebeurde iets. De Iblis kwam naar het volk van Nuh voordat hij was gestuurd. En wat was er precies gebeurd? MashaAllah, een mooie vraag. Ik kan hier heel lang over praten, maar ik zal het samenvatten, inshallah ta'ala. Dus Iblis fluisterde in bij onze vader Adam en onze moeder Hawa. En uiteindelijk zorgde hij ervoor dat zij allebei uit het paradijs werden verjaagd of weggestuurd naar de aarde. En Allah had hen daarna vergeven. Ze vroegen Allah om vergeving, Allah vergaf hen. En zij begonnen hier hun leventje op aarde, nakomelingen. Er was veel gebeurd. Abdullah ibn Abbas, het neefje van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zegt zoals in Sahih al-Bukhari: Bijna Adam wa Nuh 10 qurun. Tussen Adam alayhi salam, de eerste mens, en Nuh alayhi salam, de eerste boodschapper, Noach, vrede zij met hem, waren er 10 generaties. Kulluha ala tawhid. Allemaal waren zij aanbidders van Allah en zij pleegden geen afgoderij. Zij aanbaden geen andere naast Allah. Daarna kwam Iblis met een list. Want natuurlijk, zijn eerste list is dat de mensen in afgoderij vervallen. Hij kwam met een list. Het volk van Nuh, alayhi salam, er waren 5 mannen. Die waren, masha'Allah, 5 mannen. 5 aanbidders van Allah. Ze waren goed bezig. Ze waren een voorbeeld voor iedereen. 5 mannen. Wadd en Suwa en Yaghuth en Ya'uq en Nasr. 5 mannen. Zij waren een goed voorbeeld voor alle mensen. Zij aanbaden Allah. Zij waren op het rechte pad. Alle mensen keken tegen hen op en naar hen op. En toen zij overleden allemaal in 1 maand. 5 mannen. De 5 beste mannen van het volk. 5 heiligen, zeg maar. 5 beste mannen. Zij overleden allemaal in 1 maand. En mensen waren verdrietig. 5 beste van ons zijn overleden. Wat moeten wij doen? Toen kwam Iblis naar hen toe in de vorm van een mens. Iblis. En hij zei: waarom? Hij zei: waarom? Ik heb een idee. Maak beelden van deze 5 mannen. Wadd en Suwa en Yaghuth en Ya'uq en Nasr. Beelden op de plaatsen waar zij zich bevonden. Zodat jullie aan hen kunnen denken. Zodat jullie je herinneren, deze 5 mensen, hoe zij Allah aanbaden. Zodat jullie hun voorbeeld kunnen opvolgen. En zij vonden dat een goed idee. Zij maakten 5 beelden van Wadd en Suwa en Yaghuth en Ya'uq en Nasr. Deze 5 speciale mensen. En zij, telkens wanneer zij de beelden zagen, dachten zij van: oh, masha'Allah, dat is Wadd of Suwa of Yaghuth of Ya'uq of Nasr. Kijk hoe hij Allah aanbad. En dat motiveerde hen om Allah te aanbidden. En dit gebeurde, dit ging zo door. Er kwam een andere generatie. Deze generatie zag hun ouders, hoe zij deze beelden verheerlijkten en hoe zij deze beelden vereerden. En dan kwam een andere generatie. Ibn Abbas zei: Hatta nusiya al-ilm. Totdat de kennis was verdwenen en vergeten. Dus een van de oorzaken van afgoderij en shirk is onwetendheid. Omdat men geen kennis opdoet. Dus er kwam een nieuwe generatie. Zij zagen hun voorvaders rond die beelden zitten. En zij zagen hen aanbidding verrichten. Niet voor de beelden, maar bij de beelden. Toen kwam Iblis naar hen toe. Hij zei: jullie voorvaders aanbaden deze beelden. Wanneer zij in nood waren, vroegen zij deze beelden. Knielden zij neer voor deze beelden. Vroegen zij hen om te bemiddelen bij Allah. Waardoor zij voor hen bemiddelden bij Allah. En toen, zo begon de afgoderij. Dit was de eerste vorm van afgoderij op aarde. Zij begonnen deze beelden te aanbidden. In plaats van dat zij Allah aanbaden, begonnen zij deze beelden te aanbidden. En zo ontstond de eerste afgoderij op aarde in het volk van Nuh alayhi salam. Dus als je ziet van de Shaytan is dat hij echt een plan heeft voor de verre toekomst. Het is niet dat hij naar iemand toe komt en zegt: doe shirk, doe een grote zonde, doe dit. Hij bouwt het heel langzaam op. En dat is ook een van de leerstellingen die ik wil meegeven aan de mensen met deze podcast. Dat de Shaytan soms met iets heel onschuldigs kan komen. Misschien zelfs iets met een goede intentie. Met een van tevoren al ingenomen doel om jou later te doen afdwalen of in een zonde te laten vervallen. Dat klopt. Allah zegt: wala tattabi'u khutuwati shaytan. Volg niet de voetstappen van de Shaytan. De Shaytan komt niet naar jou toe. Wees ongelovig meteen. Nee, hij komt met iets wat heel onschuldig lijkt. Zoals een van de imams al zei, de vorige uitspraak die ik heb genoemd. De Shaytan opent 99 deuren van het goede voor jou. Om jou in 1 deur van het slechte te laten vervallen. Dus hij heeft geduld, hij heeft alle tijd, hij heeft geen haast. Hij neemt zijn tijd. Ja. Dus zoals het volk van Nuh. Is er ook ergens een interactie geweest tussen Shaytan en een profeet? Ja, er is interactie geweest tussen de Shaytan en de profeten. De profeten zijn in de ogen van de Shaytan de grootste vijanden. Zij zijn een doorn in het oog van Iblis. Zij Zij vernietigen zijn hele plan, zijn hele investering. En daarom wil hij er alles aan doen om de profeten te vernietigen, te dwarsbomen, te bestrijden. Wat betreft de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, een beetje in het kort. Iblis, hij heeft een troon op de zee, op het water. Welke zee weten wij niet. En van daaruit stuurt hij elke dag zijn leger, zijn soldaten op weg, zijn duivels, om de mensen te misleiden. En wat doen zij ook? Een van de listen is dat zij afluisteren. Ze gaan op elkaar staan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons dit verteld. Ze gaan op elkaar staan. De ene shaytan boven de andere. Totdat zij bij de eerste hemel aankomen en afluisteren wat de engelen zeggen. Afluisteren, de gesprekken van de engelen afluisteren. Wat gaat er gebeuren op aarde? En dit geven zij door aan de tovenaars en de waarzeggers. Die een bericht horen. Dit mengen zij met 99 leugens. En dat vertellen zij aan de mensen. En de mensen kijken niet naar die 99 leugens, maar alleen naar dat ene punt wat waarheid is. Maar op een dag wilden de duivels afluisteren in de hemel, maar dat lukte niet. Ze zagen dat de hemel helemaal vol was met engelen en vuur en bewakers en vuurvlammen. Dus Iblis zei, dit is vanwege iets wat er gebeurd is op aarde. Er is een grote gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Ga, hij stuurde zijn legers op weg, ga kijken wat er gebeurd is. Er gaat iets groots gebeuren. Om het samen te vatten, inshallah, we hebben weinig tijd meer. Dus zijn legers die gingen op weg op aarde. Iedereen ging naar een andere plek. En een groep van de duivels die kwam langs een plaats vlakbij Mekka, genaamd Nakhla, tussen Mekka en Taif. En daar was de profeet sallallahu alaihi wasallam het nachtgebed aan het verrichten. Hij was teruggekomen van Taif. De mensen van Taif hadden hem verworpen en hem bekogeld met stenen. Daar was hij het nachtgebed aan het verrichten. En Allah spreekt hierover in Suratul al Ahqaf en in Suratul al jin. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Allah zegt, toen wij een groep van de jinn naar jou stuurden, zodat zij de Koran zouden horen. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Toen zij daar aanwezig waren, zeiden zij, luister, wees stil, luister. En toen zij hoorden wat de profeet aan het reciteren was, de Koran, waren zij onder de indruk. En de Koran, dit was een leger van duivels. Hè? De Koran die ging regelrecht in hun harten. En Allah zegt ook in Surat al jin: Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Zeg, aan mij is geopenbaard dat een groep van de jinn naar mij heeft geluisterd en zij zeiden: zeker, wij hebben een wonderbaarlijke Koran gehoord. Dus zij geloofden hierin. En zij gingen terug naar hun matties, de duivels, en zij begonnen hun te vertellen. Zij keerden terug naar hun volk als waarschuwers. Als sprekers. Zij gingen da'wa doen, zij werden da'is. En zo gingen zij steeds meer duivels, soldaten van Iblis, gingen zij overhalen naar het geloof. Dit zijn authentieke overleveringen, subhanallah. En het is een hele mooie loop van gebeurtenissen. Steeds meer soldaten van Iblis werden moslim en Iblis werd woedend. En hij besloot om de profeet te confronteren. Op een dag liep de profeet in Mekka, op een nacht. Hij liep en hij zag dat vanuit alle kanten, vanuit de bergen en vanuit de valleien, allerlei angstaanjagende wezens op hem afkwamen. Duivels met vuurvlammen in hun handen en onder hen was Iblis. En zij wilden hem aanvallen en hij werd bang. Dit was in de beginperiode van de islam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd bang. Hij liep achteruit. Toen hoorde hij iemand zijn naam roepen, ja Mohammed. Hij keek omhoog en het was Jibril alayhi salam. En Jibril zei, Qul, zeg. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wat moet ik zeggen? En toen leerde Jibril alayhi salam hem een mooie lange dua. Zeg, A'udhu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara' wa min sharri ma yanzilu min as-sama' wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ard wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Een heel lange dua, maar een hele mooie en krachtige dua. Toen hij dat zei, werden zij allemaal verjaagd en hun vuur doofde. Toen Iblis dat zag, hij zag dat hij de profeet niet kon benaderen. Toen begon hij ging naar Quraysh toe, dus de vijanden van de profeet. En hij begon hen op te stoken. Hij ging naar hen toe in de vorm van een oude man tijdens de hijra. Hij zei, ik heb een goed plan. Hij ging een vergadering van hen bijwonen. zodat zij de profeet sallallahu alaihi wasallam zouden vermoorden. Zij zouden van elke stam van Quraysh, van Mekka, een jonge man uitkiezen die de profeet sallallahu alaihi wasallam zou opwachten en hem met het zwaard zou slaan, zodat het bloed van de profeet zou verdeeld zou worden over de stammen. En de stam van de profeet zou het niet kunnen opnemen tegen alle stammen. En dan zouden zij tevreden zijn met het bloedgeld. Dit komt van Iblis af, dit idee. Ja. En het was mislukt. Tijdens de slag van Badr kwam hij ook, de eerste veldslag tussen de moslims en de mushrikoen. Hij kwam ook in de vorm van een stamleider. Want de mensen van Quraysh, zij wilden de moslims aanvallen. Maar zij waren bang dat zij in de rug zouden worden aangevallen door de stam van Bekr. Dat was een stam met wie zij oneenigheid hadden. En Iblis kwam in de gedaante van de leider van Bekr, Suraqa ibn Malik. Hij zei, wij zijn met jullie. Hij kwam met een leger van duivels in de vorm van, in de gedaante. Ze kunnen van gedaante veranderen. In de gedaante van die mensen. Zij zeiden, wij zijn vandaag met jullie. Het staat in de Koran, in Suratul Anfal. Inni jarun lakum, la ghaliba lakum. Ik ben beschermer van jullie, ik geef jullie rugdekking, niemand kan jullie vandaag aan. Dus hij moedigde hen aan om de moslims aan te vallen. Maar toen de strijd was begonnen, zag hij dat vanuit de hemel Jibril alayhi salam neerdaalde op een paard samen met vele engelen. Toen hij dat zag, zei hij, inni akhafullah. Hij zei, inni ara ma la tarawun, inni akhafullah, wallahu shadidul iqab. Hij zei, inni bari'un minkum. Ik neem afstand van jullie allemaal. Ik zie wat jullie niet zien. En Allah, ik ben bang voor Allah en Allah is hard in de bestraffing. En hij rende weg en hij gooide zichzelf in de zee. Dit staat ook in de authentieke hadith. Hij gooide zichzelf in de zee. En tijdens de slag van Uhud was hij ook aanwezig. Een keer, wat hij ook deed, hij kon de profeet sallallahu alaihi wasallam niet zeg maar te grazen nemen. Een keer raapte hij zijn moed bij elkaar om de profeet sallallahu alaihi wasallam persoonlijk te confronteren. De profeet sallallahu alaihi wasallam was aan het bidden, het nachtgebed. En op een gegeven moment kwam Iblis vanuit het niks naar hem toe. En de profeet was aan het bidden en hij zei, a'udhu billahi mink, a'udhu billahi mink, a'udhu billahi mink. Ik zoek bescherming bij Allah tegen jou, 3 keer. Maar Iblis ging niet naar achteren. Toen zei hij, al'anuka bila'natillah, 3 keer. Ik vervloek je met de vloek van Allah. Hij ging niet naar achteren. Iblis wilde hem aanvallen met vuur. En wat deed de profeet sallallahu alaihi wasallam? Hij greep hem bij de keel. Hij greep hem bij de keel, hij wurgde hem en hij gooide hem op de grond. En volgens een hadith zei Iblis, Auja'tani, je doet me pijn, laat me los, je doet me pijn. Zo'n lafaard is hij. En de profeet zei, ik voelde de kou van zijn tong op mijn hand. Hij heeft een lange tong. En toen dacht hij, wilde hem vastbinden. Hij zei, ik wilde hem vastbinden aan een van de pilaren van de moskee, zodat jullie naar hem zouden kijken de volgende ochtend en de kinderen van Medina met hem zouden spelen. Maar toen dacht ik, hem zou hij uitlachen, zo zwak is hij. Maar toen dacht ik aan de smeekbeden van mijn broeder Suleiman, Salomon, alayhi salam. Had een smeekbede gedaan. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh Allah, vergeef mij en schenk mij een koninkrijk dat niemand na mij zal hebben. En Allah gaf hem een koninkrijk. Hij kon de wind besturen, hij kon communiceren met dieren en hij had macht over de duivels. En de profeet sallallahu respecteerde dat. En zo zijn er nog vele gevallen dat hij de profeet Mohammed sallallahu wilde dwarsbomen, maar dat lukte hem maar niet. Ja, ja. Dus de profeet sallallahu en zijn volk, ze komen af van Ibrahim alayhi salam. En in de voorgaande podcast hadden we gehad over dat Ibrahim alayhi salam kwam met tawhid, dat de standbeelden kapot gaan van zijn volk. Ja. En de Arabieren komen uiteindelijk van Ismail alayhi salam. En Ismail alayhi salam was ook een profeet die oproept naar tawhid natuurlijk. Hoe was het toch zo gebeurd uiteindelijk dat het volk van de profeet sallam zoveel afgodsbeelden had, terwijl ze afstammelingen zijn van Ibrahim en hem ook respecteerden? Klopt, mashallah, klopt. De Arabieren in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, zij waren niet... Sommige mensen denken dat zij niet geloofden in Allah. Dat is niet zo. Zij geloofden in Allah. En zij eerden de Kaaba. En zij dachten dat zij zich op de religie van Ibrahim alayhi salam bevonden. Zij wisten dat zij de nakomelingen zijn van Ibrahim alayhi salam. En zij respecteerden Ibrahim a.s. Zij gingen ook, zij verrichtten hajj, zij verrichtten umrah, zij hadden bepaalde aanbiddingen. Maar Iblis had hen met de tijd misleid en afgeleid van de ware boodschap van de profeet Ibrahim a.s. De zoon van Ibrahim a.s., Ismail a.s., hij bevond zich op het tawhid en zijn kinderen ook. Maar na zoveel generaties was er een man, zijn naam is Amr ibn Luhay, al-Khuza'i, van de stam Khuza'a. Amr ibn Luhay. En hij was de beste van Mekka in zijn tijd. Hij was geen... Sommige mensen denken dat hij een zondaar was of een fasiq. Nee, hij was een aanbidder. Hij was een leider. Hij was vrijgevig. Hij had goede eigenschappen. Hij was wijs. En mensen keken naar hem op. En hij... Kana lahu ri'iyun min al-jin, zeggen de mensen van de sira, de geleerden van de biografie. Zij zeiden, hij had een duivel die hem soms lastig viel. En hij dacht dat het een engel was of iets anders. En deze duivel, die droeg hem bepaalde dingen soms op. Deze duivel zei op een dag tegen hem, ga naar die en die plek, vlak bij Jeddah, bij de zee. En ga op die en die plek en daar ga je 5 beelden zien. Dat waren de 5 beelden van Nuh, van het volk van Nuh, alayhi salam. Dus die beelden zijn helemaal tot... Ja, van toen die zonvloed kwam, ja. Toen de aarde werd bedekt met water, werden die beelden meegenomen. En uiteindelijk kwamen ze daar terecht. En door de wind, en er kwam zand overheen. En zoveel honderden of duizenden jaren later, werden ze opgegraafd door deze man. En die duivel zei tegen hem, roep alle Arabieren en geef elke stam een beeld. Want dit brengt jullie dichterbij, want jullie voorvaders deden dat ook. Dit brengt jullie dichter bij Allah. Hij deed dat. Hij ging naar Mekka toe. Tijdens de hajj riep hij alle stammen en hij gaf iedereen een beeld. En elke stam nam een beeld mee naar hun woonplaats. En zo begonnen zij. In eerste instantie gingen zij die beelden alleen maar verheerlijken, respecteren. Maar met de tijd begonnen zij deze beelden te aanbidden buiten Allah. Zoals je al zei, de shaitan komt niet in één keer... aanbid beelden of wees ongelovig. Hij komt stap voor stap voor stap voor stap en hij heeft heel veel geduld en hij heeft heel veel tijd. Hij heeft alle tijd. En hij heeft de mens bestudeerd. Hij heeft jarenlange ervaring. Hij weet hoe de mens is. Hij pakt de mens via zijn zwakke plekken. De leerstellingen die wij hieruit kunnen halen is dat wij geen enkele opening moeten laten voor de shaitan. Ook al is het iets kleins en onschuldigs. Wanneer je iets in jezelf opmerkt, of een bepaalde slechte daad opmerkt, probeer dat meteen uit te roeien. En geen kans geven dat het gaat groeien, totdat het iets groots wordt. En een andere leerstelling is beelden. En het maken van beelden en afbeeldingen. Shirk is begonnen door deze beelden en afbeeldingen van deze 5 heilige personen. In het begin was het onschuldig, maar daarna werden zij aanbeden. En daarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons verboden om beelden te maken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ashaddu nasi adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. De mensen die de zwaarste bestraffing zullen krijgen op de dag der opstanding, zijn de mensen die beelden maken en afbeeldingen van dingen met levende wezens. En hij vertelde dat de engelen geen huis binnengaan waarin beelden zijn of afbeeldingen van levende wezens. Dan heb ik het over foto's van mensen die opgehangen zijn. Als je dat hebt in je huis, dan komen de engelen niet binnen. Dus dat is eigenlijk een opstapje naar afgoderij. Wat betreft de mensen die... Het valt mij ook op dat in het begin zijn het nog mensen die op het rechte pad zitten... En dan stap voor stap worden ze dan een bepaalde kant opgeleid door de shaitan. Deels komt daar ook overdrijving in. Dat ze overdrijven in het prijzen van hun vromen. Ja. Zeg maar, van mensen waar ze naar opkijken. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. De mensen waar je naar opkijkt, dat je die niet te veel vereert of te veel ophemelt. Ja. Zodat je niet daar de fout in gaat. Klopt. Uiteindelijk eindigt in shirk. Dat is de oorzaak. Nee. Dat is de oorzaak, eigenlijk de hoofdoorzaak van afgoderij. Dat jij bepaalde goede mensen, dat je overdrijft in het prijzen van hen. Dat je hen een rang geeft boven hun positie. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei, la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Overdrijf niet in het prijzen van mij, net zoals de christenen overdrijven in het prijzen van de zoon van Maryam, van Isa alayhi salam, Jezus vrede zij met hem. Innama ana abd, ik ben maar een dienaar. Faqulu abdullahi wa rasuluh, zegt de dienaar en boodschapper van Allah. En in een ander hadith, ik hou er niet van dat jullie mij een plaats geven boven de plaats die Allah mij heeft gegeven. Dus je moet iedereen zijn plek geven. De schepping blijft de schepping en de schepper blijft de schepper. En, heel kort verhaaltje. Het punt wat jij zei, dat de shaitan in stappen komt. Er is een bekend verhaal dat genoemd is door sommige geleerden van de tafsir bij de woorden van Allah in Suratul Hashr. Als het voorbeeld van de shaitan toen hij tegen de mens zei, ook voor. wees ongelovig. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Toen de mens ongelovig werd, zei de shaitan tegen hem: ik neem afstand van jou, ik vrees Allah, de Heer der werelden. Sommige geleerden van de tafsir hebben gezegd over dit verhaal, dit verhaal gaat over een man, een aanbidder van de vroegere volkeren. Hij bevond zich in een soort gebedsplaats en hij aanbad Allah, dat is het enige wat hij deed. En de shaitan wilde hem te grazen nemen, maar hij wist niet hoe. Toen waren er drie mannen, die woonden daar in de buurt en ze hadden een zus. En ze gingen op reis en ze hadden niemand waar zij die zus konden laten. Ik zal het verhaal samenvatten, inshallah. Ze hadden niemand waar zij die zus konden achterlaten. En de shaitan kwam naar hen toe. Wie is beter en geschikter hiervoor dan die man, de aanbidder? MashaAllah, hij heeft taqwa en godsvrees. Hij zal haar geen kwaad doen. Dus ze gingen naar hem toe. We gaan op reis, onze zus kan nergens terecht. Kunnen wij hier naast jouw gebedsplaats een verblijf, een woning bouwen? Omdat jij haar een beetje in de gaten houdt. En die man zei: nee, dat is een grote verantwoordelijkheid. Ik ben bang voor de verleidingen. Ik hou een beetje met de aanbidding. Ze zeiden: nee, jij bent, mashallah, jij bent een aanbidder. Jij bent taqwa, je hebt iman. Toen zei hij: oké, is goed. Geen probleem. Dus zij lieten haar daar achter. En zij gingen op reis. Toen kwam de shaitan naar die aanbidder toe. Na een aantal dagen, niet meteen, na een aantal dagen. Ga even kijken of die vrouw het goed maakt. Misschien heeft zij geen eten, misschien heeft zij dit. Maak eten voor haar en zet dat eten bij haar voor de deur. Ja, en gewoon voor de deur zetten en weggaan, kloppen en weggaan. Je ziet haar niet, zij ziet jou niet, geen probleem. Hij zei: ja, je hebt gelijk. Hij maakte eten, hij ging naar haar toe, hij bracht het voor de deur, hij klopte en hij liep meteen weg. Dit ging zo'n aantal dagen lang door, of misschien weken, Allahu a'lam. Daarna kwam de shaitan. Hij zei: blijf even staan. Je weet niet of zij het eten pakt. Misschien komt iemand anders en pakt het eten. Hij zei: ja, je hebt gelijk. Hij bleef even staan. Hij zag haar. Salam alaikum. Meteen weg. Hij keek naar de grond. Mashallah. Dit ging zo weer dagenlang of wekenlang door. Toen kwam de shaitan. Hij zei: breng het eten bij haar binnen. En praat met haar. Misschien is zij eenzaam. Misschien heeft zij hulp nodig. Vragen over het geloof. Ken je dit? Ik doe da'wa bij haar. Hij zei: je hebt gelijk. Hij ging naar binnen. Hij ging met haar praten. En zo ging het van kleine stapjes naar grote stapjes. Hij ging met haar zitten. In het begin was het heel onschuldig. Daarna ging hij met haar kletsen, lachen. Hij vergat alle aanbidding. Urenlang verbleef hij daar met haar. En toen begon het met een aanraking. En toen een kus. En toen vond de verschrikkelijke daad plaats. Hij pleegde ontucht met haar. En hij kreeg spijt. Hij ging terug naar zijn gebedsplaats. Zij bleef in haar huis. Na een paar maanden werd zij ziek. Begon zij over te geven. Haar buik werd groter. Toen zag ze dat zij is zwanger. Ze ging naar hem toe: ik ben zwanger. Nee, wat is er aan de hand? Dit en dat. Hij zei oké, geen probleem. Toen zij zwanger werd en zij beviel van het kind, kwam de shaitan naar hem toe: dood die baby. Als de mensen weten dat het baby van jou afkomstig is, dan gaan ze jou lynchen. Dan ben je reputatie kwijt. Dus hij doodde die baby. En voor het zicht van die vrouw. Maar die vrouw bleef stil. Ze had niemand bij wie ze kon klagen. Na een tijd zei Iblis: doodoog de vrouw. Want als haar broers komen, gaat zij hen vertellen wat je hebt gedaan. En hij ging ook die vrouw dood. En hij ging haar begraven. Haar samen met haar baby buiten haar huis. En toen kwamen die broers terug van hun reis. En de shaitan. En zij gingen naar die man toe: waar is onze zus? Hij zei: ja, ze is ziek geworden. Ik zorgde goed voor haar, maar zij is ziek geworden. Hij is overleden. Heb geduld, dit en dat. Oké, qadarullah ma shafa'al. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Geen probleem. Toen kwam de shaitan in hun droom. Alle drie tegelijk. De aanbidder heeft gemeenschap gehad met jullie zus. En hij heeft haar bevrucht. En zij is bevallen van hem. En hij heeft hen beiden gedood op die en die plek. Ze werden wakker. Ze dachten van: het is een nachtmerrie, weet je. Kan niet. Die sheikh, de heilige sheikh. Tweede dag weer hetzelfde. Derde dag zeiden zij tegen elkaar van: ik heb een rare droom gehad. Ik weet niet of ik moet vertellen. Die andere zei hetzelfde. En de derde zei hetzelfde. En toen zij zagen dat ze alle drie dezelfde droom hadden, gingen zij naar die plek. Gingen zij graven. En wat zagen zij daar? Hun zus en de baby. Dus zij gingen naar die man toe. En zij riepen de koning. En zij riepen de mensen. Hij heeft onze zus vermoord. En haar baby vermoord. En toen brachten ze hem. En ze gingen hem executeren. Kruisigen. En die man, de aanbidder, wist niet wat hem overkwam. En net voordat hij werd gekruisigd, kwam de shaitan naar hem toe. Hij zei: weet je wie ik ben? Die man zei: nee. Hij zei, ik ben degene die jou hier in de val heeft gelokt. En ik ben de enige die jou kan redden. Kniel neer voor mij nu, doe sujud voor mij, dan zal ik jou redden van deze positie. Dat deed hij. Hij knielde neer. En toen zei de Shaytan, inni bari'u mink, inni akhaf Allah rabbal alamin. Ik neem afstand van jou. Ik vrees Allah, de Heer der werelden. Toen werd hij in die situatie geëxecuteerd en gedood. En het begon als ongelovige. Niet shirk, satanist. Hij aanbidt de Shaytan, subhanallah. Dus het begon met iets kleins en het eindigde met shirk, subhanallah. Dat is een van de falen van Bani Israël, toch? Naam. Ja. Dan de laatste vraag waarmee we willen afsluiten, inshallah. Je hebt heel veel gehad over de les van de Shaytan, zijn werkwijze. Kan je wat dingen meegeven om onszelf te beschermen tegen hem, tegen zijn listen en tegen zijn plannen, et cetera? Influistering. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Als je weet hoe gevaarlijk hij is en hoe erg hij ons haat en hoe gevaarlijk zijn listen zijn, dan moet je ook weten hoe kunnen wij ons beschermen. Kunnen wij ons wel beschermen tegen hem? Zo'n vijand, wie kan tegen hem op? Alhamdulillah, Allah, de meest genadevolle, heeft ons krachtige wapens gegeven waarmee wij de Shaytan kunnen verslaan. Heel makkelijk. Allereerste, we moeten weten dat wij de Shaytan niet uit onszelf kunnen verslaan. Wij zijn te zwak om hem te verslaan. We moeten terugkeren naar Allah. Het allereerste is dat wij terugkeren naar Allah. Isti'ada. Oftewel bescherming zoeken bij Allah tegen de Shaytan. Dua doen. Allah vragen om jou te beschermen. Een man zei tegen zijn vader, of een man zei tegen zijn zoon. Een man wilde zijn zoon een les geven. Hij zei, als je langs een herdershond komt en die hond wil jou aanvallen en jou bijten, wat doe je dan? Hij zei, ik jaag hem weg. En als die hond terugkomt, ik jaag hem weer weg. En als je nog een keer terugkomt, ik jaag hem weer weg. En die vader zei, dit gaat heel lang duren. Wat je kan doen, is dat je naar die herder gaat, zijn baasje, en zegt en tegen hem zegt, hou die hond bij je, alsjeblieft. Ja? En de les was, je kan de Shaytan in je eentje niet verjagen, maar ga naar de meester van de Shaytan, de schepper van de Shaytan, Allah, en vraag hem om jou te beschermen tegen Iblis. Waarom? Iblis en de Shaytan kan ons zien, maar wij kunnen hem niet zien. Dat maakt hem zo gevaarlijk. Innahu yarakum, huwa wa qabiluhum min haythu la tarawnahum. Hij en zijn legers zien jullie van waar jullie hen niet kunnen zien. Dus hij kan ons zien, wij kunnen hem niet zien. Wat moeten wij doen? Wij vragen degene die hen kan zien, maar door hen niet kan worden gezien, om ons te beschermen. Dat is Allah Jalla wa Ala. Ten eerste, dus isti'ada, terugkeren naar Allah en al je woorden en daden zuiveren voor Allah. Een zuivere intentie hebben voor Allah in alles wat je doet. Dat is het grootste wapen tegen de Shaytan. Er is een ander verhaal dat verteld werd door al-Hassan al-Basri. Rahimahullah. Er was een boom die aanbeden werd buiten Allah. Naast Allah was een boom. En er was een man, een aanbidder. Hij werd boos dat deze boom werd aanbeden. Hij stond op en hij zei, ik ga die boom omhakken. Deze boom is een afgod naast Allah. Hij ging die boom omhakken. Onderweg kwam hij Iblis tegen. Iblis zegt tegen hem, waar ga je naartoe? Hij zei, ik ga die boom omhakken die buiten Allah wordt aanbeden. Iblis zei tegen hem, wat heb je daarmee te maken? Laat de mensen hun ding doen. En die man pakte Iblis en hij gooide hem op de grond en hij wurgde hem. Leef en laat leven. Iedereen zijn eigen graf. Ja, leef en laat leven. Dat is ook een van de slogans van Iblis. Hij gooide hem op de grond en toen zei Iblis tegen hem, als jij die boom met rust laat, dan beloof ik jou dat jij elke dag onder jouw kussen 3 goudstukken zal vinden. 3 gouden munt. Toen zei die man, klinkt interessant, is goed. Hij liet hem met rust. Hij ging die boom niet omhakken. Hij ging terug naar huis. Hij ging slapen. De volgende ochtend, hij kijkt onder zijn kussen. 3 goudstukken, masha'Allah. Tweede dag, 3 goudstukken. Derde dag, hij vindt niks. Hij dacht, Iblis heeft mij geflasht. Hij zei, ik ga die boom omhakken. Hij werd boos. Toen kwam hij weer Iblis tegen. Hij zei, wat ga je doen? Ik ga die boom omhakken. En Iblis zei, nee, je gaat hem niet omhakken. En hij hield hem tegen. Die man wilde Iblis wurgen, maar Iblis wurgde hem en gooide hem op de grond. En die man verbaasde zich. Hij zei, hoe kan het zijn dat ik jou de eerste keer versloeg? En dat jij mij de tweede keer versloeg. Iblis zei, de eerste keer kwam jij omwille van Allah. Je had een zuivere intentie. Je kwam omwille van Allah, zodat die boom niet werd aanbeden naast Allah. Maar de tweede keer kwam je niet omwille van Allah, maar omwille van de gouden muntstukken. En daarmee heb ik jou verslagen. Dat is een verhaal. Nou, waarmee kan je de Iblis nog meer verslaan? Sowieso terugkeren naar Allah wanneer je een zonde pleegt. Iblis zorgt ervoor dat wij zonde plegen. Keer op keer op keer op keer op keer. En hij wil niet dat wij na het plegen van de zonde berouw tonen. Hij wil dat wij tot zo'n niveau komen dat wij zeggen, het heeft geen zin meer. Ik blijf zonde plegen. ik ben gewoon slecht. Ik ga geen berouw meer tonen. Dat moet je juist niet doen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verteld, zoals in Sahih Abi Dawud, dat toen Iblis vervloekt werd, zei hij tegen Allah, hij wilde Allah intimideren. Hij zei, La abrahu urwi ibadaka ma zalat arwahuhum fi ajsadihim. Ik zal niet ophouden met het misleiden van uw dienaren, zolang hun zielen in hun lichamen zitten. Ik zal niet stoppen. Hij dacht van Safi, ik heb Allah geïntimideerd, weet je. 1-0 voor mij, dacht hij. Allah zei, La azalu aghfiru lahum. Hij zei, wa izzati wa jalali. Ik zweer bij mijn macht en mijn majesteit. La azalu aghfiru lahum astaghfaruni. En ik zal niet stoppen met hen te vergeven, zolang zij mij om vergeving vragen. Zolang Allah om vergeving vraagt, al doe jij 1000 keer een zonde per dag. Als je Allah daarna om vergeving vraagt, oprecht, dan zal Allah jou vergeven. En er is een overlevering dat Iblis zei, ik heb de kinderen van Adam vernietigd. Ik heb hun rug gebroken door middel van de influisteringen. En zij hebben mijn rug gebroken door middel van istighfar. Wanneer jij Allah om vergeving vraagt, dan stort het gebouw van Iblis in eigenlijk. Dus elke keer Allah om vergeving vragen. Al is het 1000 keer per dag. Ja. Allah zal jou vergeven. Wat nog meer? Het gebed. Houd vast aan het gebed. Het gebed is heel belangrijk. Het gebed komt van as-sila. Sila betekent contact. Het gebed is de band tussen jou en Allah. En zorg er nooit voor dat de shaitaan tussen jou en Allah inkomt. Blijf het gebed verrichten, wat je ook doet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde ons dat wanneer de mens neerknielt, in gebed, sujud doet, dan neemt de shaitaan afstand en gaat hij in een hoekje zielig zitten huilen. Dit is een manier. Ja, hij is verschut. Maar de mensen maken hem groter dan dat hij is. Hij stelt helemaal niks voor. Sommige mensen zeggen, wallahi, ik ken mensen die zeggen, als ik Iblis te pak krijg, ik doe dit en dit bij hem. Ik zeg, als je hem te pakken wil krijgen, dan moet je veel sujud doen. Hij gaat zitten huilen en hij zegt, waili, wee mij, vernietigd ben ik. Ik ben opgedragen om te knielen en ik was ongehoorzaam en voor mij is de hel. En hij is opgedragen om te knielen en hij is gehoorzaam en voor hem is het paradijs. Dus als jij het bloed onder de nagels wil halen, als hij nagels heeft, bij Iblis, dan moet je veel sujud doen. Wat nog meer? Kennis. Kennis is het belangrijkste, of een van de belangrijkste wapens tegen Iblis. Kennis. Wij zien bij het volk van Nuh, toen de kennis was verdwenen, kon Iblis hen makkelijk misleiden. En Ibn al-Jawzi, rahimahullah, zegt in zijn boek Talbis Iblis, de eerste stap waarmee Iblis de mensen kan misleiden, is dat hij hen weerhoudt van het opdoen van kennis. En wanneer zij geen kennis meer opdoen, dan verdwijnt het licht van de kennis uit hun harten en dan sleept hij hen mee naar de duisternissen en dan worden zij als een speelbal voor hen. Dan kan hij met hen doen wat hij wil. Iblis is bang voor mensen die kennis hebben. Omar ibn Khattab zei, Alimun wahid ashaddu ala Iblis min alfi abid. Eén geleerde is zwaarder voor Iblis dan 1000 aanbidders. Hij is bang voor de geleerden, de mensen van kennis, want die hebben hem door. Die kennen zijn listen. Dus kennis opdoen over Allah en de rechten van Allah en tawhid en sunnah. Wat is tawhid, wat is shirk, wat is sunnah, wat is bid'ah? Wat zijn de listen van Iblis en hoe kan ik mij beschermen tegen hem? En er zijn nog vele beschermingsmiddelen, maar als laatste noem ik dhikr. Het gedenken van Allah is ook een van de belangrijkste middelen waarmee jij jezelf kan beschermen tegen de shaitaan. Het dhikr, het gedenken van Allah, het noemen van de naam van Allah. Want Allah beschreef de shaitaan als al-waswas al-khannas. Degene, al-waswas betekent hij fluistert in, degene die influistert, al-khannas, degene die zich terugtrekt. Hij fluistert in en hij trekt zich terug. Ibn Abbas zei, hij fluistert in wanneer de mens onachtzaam is en hij trekt zich terug wanneer de mens Allah gedenkt. Wanneer je Allah gedenkt, dan neemt hij afstand van jou. Hij kan niet in jouw buurt komen wanneer jij Allah gedenkt. Ibn Qayyim, rahimahullah, heeft een mooi voorbeeld in zijn boek Iratatul Lahfan. Hij zegt, het hart van de gelovigen, daaromheen is er een muur. En deze muur is de iman van de gelovigen, zijn geloof. En bij deze muur staan wachters, soldaten die houden de wacht. En die soldaten zijn at-tawhid, al-aqida, sunnah, kennis, Koran. Koran is ook een van de grootste wapens, dhikr. En de shaitaan die heeft het gemunt op het hart van de mens. En hij wil over die muur heen komen, om in jouw hart te komen. Maar als jij waakt over deze soldaten, het tawhid zit goed, het sunnah zit goed, kennis, dhikr, Koran enzovoort, dan zullen die wachters, die soldaten, zullen hem verjagen. Maar als jij zwak bent in deze dingen, dan zullen deze soldaten in slaap vallen. En dan zal Iblis makkelijk over die muur heen komen. En dan heeft hij macht over jouw hart. Dus dhikr is heel belangrijk. Allah zegt: وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Wie zich afkeert van de dhikr van de Rahman, van het gedenken van Allah, wij zullen een shaitan over hem aanstellen. Als jij geen dhikr doet, krijg je een shaitan over jou aangesteld en hij zal jouw qareen zijn. Hij zal jouw metgezel zijn en jou altijd vergezellen. Dhikr is belangrijk. Om voorbeelden te noemen, Ayatul Kursi is heel belangrijk. Ayatul Kursi is een sterk wapen tegen de shaitan. Dit zijn de woorden van de shaitan zelf in een lang verhaal van Abu Huraira radiyallahu anhu. Hij was de wacht aan het doen over de zakat. En in de nacht kwam er een oude man naar hem toe en hij wilde stelen van de zakat. En Abu Huraira pakte hem en hij zei: ik breng jou bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die man zei: alsjeblieft, laat mij met rust, laat mij los. Ik ben een oude man, ik heb kinderen, ik ben arm. En Abu Huraira had medelijden met hem en liet hem gaan. De volgende ochtend zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: ja Aba Hir. Dit was de bijnaam, Aba Hir van de Abu Huraira. Wat heeft jouw gevangene gisteren gedaan? En Abu Huraira zei: hij klaagde bij mij dat hij arm was en ik liet hem gaan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: hij heeft gelogen en hij zal terugkeren. Dit gebeurde 3 keer. De 4de keer zei Abu Huraira: ik laat jou nu niet gaan. Je liegt al 3 keer tegen mij. Toen zei Iblis tegen hem, dat was Iblis. Dat was een Iblis in de vorm van een oude man. Hij zei: als je mij laat gaan, zal ik jou iets leren waar jij profijt van hebt. En de metgezellen waren leergierig. Toen zei hij: oké. Toen zei die man: als jij naar bed gaat, reciteer dan Ayatul Kursi. فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ. Er zal de hele nacht een bewaker van Allah bij jou zijn. Een privé bodyguard bij jou zijn van Allah. وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ. En geen enkele shaitaan kan bij jou in de buurt komen totdat de ochtend aanbreekt. En hij liet hem gaan, Abu Huraira. En de volgende ochtend zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: wat heeft jouw gevangene gedaan? Wat is gebeurd? En Abu Huraira vertelde hem wat die man had gezegd. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadoob. Hij heeft jou de waarheid verteld, terwijl hij een leugenaar is. Weet jij wie jou al 3 nachten lastig valt? Hij zei: dat was Iblis. Dat was Iblis. Dus Ayatul Kursi. En andere gedenkingen. Bijvoorbeeld in de ochtend zeggen: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ik denk dat de meeste kijkers deze wel uit hun hoofd kennen. Als je dit in de ochtend zegt, in de ochtend: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, dan worden er 10 goede daden voor jou opgeschreven en 10 slechte daden uitgewist en je wordt 10 rangen verheven en je wordt de hele dag beschermd tegen de shaitan. En als je dit in de avond zegt, hetzelfde. En zo zijn er nog meer adkar en ik wil het niet te lang maken. Ik wilde bijna trappen onder de tafel, zoals je zei. Was jij dat? Nee, maar omwille van Ustad zelf, voor de mensen denken van: waarom kap je hem af? Omwille van hemzelf, want tussen avondklok en ze moet op tijd thuis zijn. Heeft iemand nog een heel kort woordje nog te vertellen als laatste iets wat je nog wilt delen? Kort, gewoon 1-2 minuutjes. Ja, als het kort kan. Dat is nog 1 laatste vraag die ik nog niet heb gesteld. Ja. Ja. Van Islam Reminders, die zegt: heeft iedereen een eigen shaitan? Kort, hè? Het kan kort. Ja, okay. Nee. Dat is dat. Ja, dat klopt. Ja. De profeet zei: er is niemand van jullie of er is een duivel over hem aangesteld. Een qareen die hem het slechte influistert. De metgezellen zeiden: ook jij, o boodschapper van Allah. Hij zei: ook ik. Maar Allah heeft mij, inna Allah qad a'anani alayh. Allah heeft mij geholpen tegen hem. Hij draagt me alleen maar het verislam. Hij heeft zich overgegeven, hij is moslim geworden en hij draagt me alleen het goede op. Maar ieder van ons heeft een qareen, een metgezel. Qareen betekent metgezel, die altijd bij hem is en die hem het slechte influistert. En jij bent degene die beslist of deze qareen macht krijgt over jou of dat jij macht krijgt over hem. Als jij je bezighoudt met de dingen die we hebben genoemd, goede daden, kennis opdoen, Koran reciteren, dhikr doen, dan wordt deze qareen heel zwak, zo zwak als een vlieg. Maar als jij je bezighoudt met zonden, met lusten, met verboden lusten, met dingen die Allah heeft verboden, dan zal deze qareen de macht krijgen over jou. Iemand nog een laatste woordje? Nee. Ik durf bijna niet, maar ik zal afsluiten, inshallah. Dus alhamdulillah, we weten nu wie Iblis is en waarom hij ons haat. En wat zijn eigenschappen zijn, wat zijn listen zijn, hoe wij ons kunnen beschermen. En als laatste adviseer ik mezelf en iedereen om het bevel van Allah Jalla wa Ala op te dragen. Om het bevel van Allah Jalla wa Ala uit te voeren. Allah zegt: inna shaytana lakum aduwwun فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. Nogmaals, deze ayah vind ik heel krachtig. Ja, ayyuhannas, o mensen. Inna wa'da Allahi haq. Zeker, de belofte van Allah is waarheid. Vergeet dat niet. Laat je niet meeslepen met het dunya elke keer. Je mag genieten, je mag een mooi leven leiden, maar vergeet niet jouw doel. De belofte van Allah is waarheid. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Laat jullie dus niet misleiden door het wereldse leven, door de wereldse lusten. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. En laat jullie niet van Allah wegleiden door de grote misleider. Dat is de shaitan. Inna shaytana lakum aduun. Zeker, de duivel is voor jullie, de shaitan is voor jullie een vijand. Fattakhidhuhu aduwa. Neem hem dus tot vijand. Het is een opdracht van Allah. Neem hem tot vijand, bestrijd hem. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Hij roept zijn volgelingen enkel en alleen op om te behoren tot de mensen van de hel. En neem nu afstand van hem. Laten wij nu afstand nemen van hem, voordat hij afstand neemt van ons. Want, en hiermee sluit ik echt af. Ik zie Anil al kijken. Die voet staat al klaar, mashallah. Hij zal op de dag der opstanding, op de dag des oordeels, zal hij in de hel. Er zal een preekstoel in de hel, een preekstoel worden geplaatst in de hel. En hij zal die bestijgen. En hij zal een preek geven in de hel. Zoals in Suratul Ibrahim staat. Surah nummer 14. Ik denk ayah nummer 7. وَقَالَ الشَّيْطَانُ. En de shaitan zal zeggen, lamma qudiya al-amru, wanneer de zaak is besloten. De mensen van het paradijs zitten in het paradijs en de mensen van de hel zitten in de hel. Inna allaha wa'adakum wa'ad al-haq. Zeker, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ik heb jullie ook een belofte gedaan, maar ik ben mijn belofte niet nagekomen. Wa ma kana liya alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ik had geen enkele macht over jullie, behalve dat ik jullie riep en jullie gaven gehoor aan mij. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Verwijt mij dus niks, maar verwijt alleen jullie zelf. Geef mij niet de schuld, geef jezelf de schuld. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Ik kan jullie niet helpen, jullie kunnen mij niet helpen. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ. Ik neem afstand van jullie, ik ken jullie niet. Ik doe koffer in jullie, zegt hij. Ik ben ongelovig in jullie, omdat jullie mij volgden, omdat jullie mij gehoorzaamden, omdat jullie mij aanbaden. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna zalimina lahum adhabun alim. Voor de onrechtplegers is er zeker een pijnlijke bestraffing. Dus laten wij afstand nemen van hem, voordat hij afstand neemt van ons. Laten wij hem bestrijden. Laten wij hem de vloer met hem vegen. Veel sujud doen, veel dua, veel dhikr. En zodat hij, inshallah, wanneer hij ons ziet, dat hij een andere weg neemt. Net zoals het geval was bij Omar ibn Khattab. Wanneer hij hem zag, nam hij een andere weg in. Mogen Allah azza wa jalla ons allemaal beschermen tegen de shaitan. En de listen van de shaitan. En de plannen van de shaitan. En mogen Allah jalla wa ala ons laten behoren tot zijn geliefden. Die ver verwijderd zijn van de shaitan. En de valstrikken van de shaitan. Ja. En heel kort, voor de mensen die meer willen weten. Meer van jou willen zien. Of misschien over dit onderwerp, andere onderwerpen. Waar kunnen ze jou vinden? Waar kunnen ze mij vinden? Naam, mashallah. Barakallahu fiek. We hebben trouwens, ik heb een aantal jaar geleden een heel uitgebreide cursus gegeven. En die heet De Geschiedenis van Iblis. Wat ik hier heb verteld is eigenlijk maar een druppeltje. Dat zijn 16 video's, lange video's, waarin we uitgebreid ingaan op alles wat je moet weten over Iblis eigenlijk. Op onze website www.sakina.tv. Ik maak even reclame tussendoor. www.sakina.tv. S-A-K-E-E-N-A-H. Ik herhaal www.sakina.tv. Daar hebben wij islamcursussen en Koranstudies voor kinderen en voor ouderen. Dus vergeet niet onze site te bezoeken. Ja. Dat is goed voor de mensen. Barakallahu fiik voor het kijken. Vind je het leuk? Like de video, deel het met je vrienden en deel in de bron, inshallah. En subscribe op ons YouTube kanaal. Dit was het voor vandaag. Barakallahu fiikum.